Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik weer met jullie naar het Oude Testament. En vaak hebben we een beetje het idee over het Oude Testament dat het een heel zwaar deel van de Bijbel is, met veel oorlogen en veel geweld en nare dingen. En in zekere zin is dat ook wel een beetje zo. Die verhalen staan er ook in. Maar wat het Oude Testament vooral is, is een liefdesbrief aan de mensheid. Is een liefdesbrief van God aan de mensen, dat er hoop is, dat er liefde is, dat Hij ons niet alleen zal laten. En daar moet je een beetje naar zoeken soms, maar in de vers die we vandaag gaan lezen en leren samen, is het eigenlijk super, super duidelijk wat God ons wil zeggen en dat Hij ons hoop wil geven en liefde wil geven en ons helemaal niet alleen wil laten ellendig en zielig worden. Dat wil God niet voor ons. En deze vers, dat is een van mijn favoriete versen, maar ik denk ook van heel veel andere christenen, want het is echt een prachtige belofte van God aan het volk dat Hij zo, zo lief heeft. Aan jou, omdat Hij jou zo lief heeft. In Jeremia 29, vers 11 staat: ik immers, en ik is God, dus God praat hier via Jeremia aan het volk. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dus God zegt, ik heb gedachten van vrede over jou. Ik wil dat jij een vredevol leven hebt. Ik wil jou hoop geven en ik wil jou een toekomst geven. Dan zou je misschien denken, nice, toekomst, dat zijn al mijn doelen, ga ik halen, die auto ga ik kopen, dat huis ga ik krijgen, die baan, die carrière, alles wat God mij heeft willen geven of wat ik wil hebben van God, dat zal ik krijgen. Maar dat is niet wat er staat. God zegt, ik koester gedachten van vrede uit. Wat bedoelt God daarmee? Gelukkig hoef je niet heel ver te zoeken, want het staat verder uitgelegd in de rest van het hoofdstuk. In vers 12 tot en met 14 staat eigenlijk de rest. En ik zal het even voorlezen. En dan kan je meelezen in de tekst in het scherm. Kan je even meelezen wat ik aan het lezen ben. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dit zijn wel hele specifieke woorden die God gebruikt en ik zal er zo even op terugkomen waarom hij deze woorden precies gebruikt, Jeremia. Maar hij zegt eigenlijk dus, de vrede, de toekomst, de hoop die ik jou geef, die zal je krijgen. Als jij mij gaat zoeken, dan zal je me vinden. Dat betekent dat je hoop hebt. Dat betekent dat je vrede krijgt als je mij hebt gevonden. Als jij naar mij zal vragen met heel je hart, dan zal je me vinden. Dan zal ik door jou gevonden worden. Dus ik moet een klein stukje zelf doen. God wil mij al deze dingen geven. Die hoop, die toekomst, die vrede, dat is er allemaal. Maar het is wel op zijn manier. God heeft niet voor ons gewild dat we hier op aarde ellendig en zielig en naar zouden zijn. Dat wil hij niet voor ons. Maar het betekent niet dat ik de doelen krijg of de wensen krijg die ik heb. God heeft een andere wens voor mij. En die wens kan op een andere manier komen dan dat ik had verwacht. Dus misschien is het helemaal niet die auto, misschien is het niet die carrière, misschien is het niet dat huis. Maar het zijn wel de dingen die God ons wil geven op zijn manier. En als ik die moeite doe om erachter te komen wat zijn manier dan precies is, dan zal ik daarvan kunnen genieten. Dan zal ik ervan kunnen genieten dat ik die pijn niet heb. Want wat betekent het om hoop en toekomst te hebben? Dat betekent eigenlijk dat ik lekker in mijn vel zit, dat ik geen pijn ervaar continu, dat ik geen verdriet heb, geen angst, omdat ik weet dat er voor me wordt gezorgd. En deze woorden die waren natuurlijk niet zomaar in het Oude Testament, zijn die niet per ongeluk terechtgekomen. Jeremia heeft deze opgeschreven omdat op een gegeven moment waren de Joodse mensen uit hun land verdreven. Die waren in ballingschap en hij ging ze toen uitleggen, ja, dat komt omdat jullie verkeerde dingen hebben gedaan. God heeft dat met een reden gedaan, maar er is hoop, er is toekomst. God zegt tegen jullie,
Uiteindelijk gebeurt dit allemaal om een reden. Dit gebeurt allemaal zodat jullie mij zullen zoeken, zodat jullie weer mijn wil proberen te doen en zodat je eigenlijk die rust weer kan vinden. Dus God wil ons allerlei moois geven en allerlei belangrijke, mooie, goede eigenschappen die uiteindelijk zullen leiden naar een eeuwig leven met hem. Want dat huis of die auto, dat is misschien wel leuk voor even, maar niet voor altijd. En dat weet je misschien soms ook. Hè? Als jij iets nieuws hebt gekocht, dan ben je er in het begin super, super blij mee. En dan? Nou ja, dan heb je een maand of twee of drie of een jaar. En dan is de nieuwigheid er wel een beetje vanaf. En dan wil je weer wat nieuws. Zo werkt het als mens zijnde. Maar met die innerlijke eigenschappen die God ons wil geven, werkt het niet zo. Dat zijn dingen die blijven bij je. Dat zijn de schatten die je moet koesteren en bewaren. Dus die vers die in de 7e eeuw, want Jeremia leefde in de 7e eeuw voor Christus, die vers die in de 7e eeuw was opgeschreven, was geprofeteerd aan het hele volk Israël, betrek die op jezelf. Neem die op jezelf. Je bent niet minder, je bent niet slechter, je doet geen raardere dingen dan ze destijds hebben gedaan. God heeft ze destijds een lesje willen leren in die ballingschap, maar hij wilde ze ook laten zien dat hij goede gedachten voor ze had. Dat dit uiteindelijk, deze pijnlijke periode in hun leven, uiteindelijk zou leiden tot iets mooiers en beters en iets wat ze nooit hadden verwacht. Dus dat geldt ook zo voor jou. Maak de Bijbel jouw eigen. Zie het als de liefdesbrief van God aan jou. Maak het voor jezelf. God wil voor jou een hoop en toekomst. God heeft vredige gedachten over jou. God wil jou helemaal niet pesten of jouw pijn laten lijden. Dus sommige dingen gaan niet zoals je hebt gepland. En sommige dingen zijn gewoon wat naarder dan je had verwacht. En dat is zo. Dat is zo en dat is pijnlijk. En dat vind ik heel naar dat je dat mee moet maken. Maar we moeten allemaal zulke kleine dingetjes meemaken of zulke periodes in ons leven meemaken, zodat uiteindelijk het beter is voor onze ziel. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat niet om wat ik hier op aarde allemaal heb verzameld en wat ik hier op aarde allemaal aan het doen ben en wat ik zelf wil. Maar het gaat erom dat God uiteindelijk voor mij een eeuwig leven heeft voorbereid en een eeuwig leven waarin al die mooie dingen gratis zijn. Dus hij wil ons geven van zijn genade. Hij wil ons geven van zijn vrede, hij wil ons geven van zijn liefde en al die andere mooie dingen. Dus, om de vers opnieuw te herhalen, in Jeremia 29 vers 11 staat: ik ken de gedachten die ik over u koester, zegt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God wil je geen kwaad doen, maar God wil je van alles geven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.